Jan, je gaat 4 december in Utrecht, in het Beatrix Theater, weer een congres organiseren. Gelijk is gelijk. Hoe gaat dat in zijn werk de komende maanden? Wat ga je eraan doen? Nou, we zijn nu heel erg druk bezig met het programma. Uh, iedereen is erbij betrokken. Heel veel partijen zijn erbij betrokken. Maar en we gaan uh, sowieso uh, allerlei workshops doen over het VN-verdrag in zakenrecht van personen met een handicap. En in het middagprogramma uh, komt er een professor uh, uit Leiden... Mm -hmm. Uh, en die heeft uh, heel veel kennis van hoe het VN-verdrag in andere landen werkt. Dus die komt te vertellen. Maar wat heel interessant is, is dat we op het gebied van arbeid, een van de belangrijke thema's binnen het VN-verdrag, een aantal belangrijke sprekers bereid hebben gevonden om uh, naar het congres toe te komen om op positieve wijze daarmee aan de slag te gaan. Maar gelijk is gelijk. Wat ik toch altijd heel raar vind, is het, je moet er toch vanuit gaan dat iedereen gelijk is. Nee, dat is waar. Terwijl mensen wel anders zijn, maar ja. ze zijn, in feite hebben ze wel dezelfde rechten. Nee, dat is absoluut waar. Alleen we hebben natuurlijk in Nederland altijd een soort apartheidsbeleid gevoerd. Hè? Uh, we hadden speciale werkplaatsen, speciale woonvormen, speciaal vervoer. Nu zeggen we in de participatiewet: we willen zoveel mogelijk mensen uh, volwaardig laten deelnemen. Nou, dat, dat vinden wij ook heel belangrijk. Maar we moeten wel vanuit een positief uh, uitgangspunt uitgaan. Dus we hebben gevraagd, bijvoorbeeld, uh, Job Cohen van Cederis. Uh, we hebben de, de, de directeur van de UV gevraagd, Fred Paling, om te komen. Als je nou ervoor zorgt dat een aantal mensen bij gemeentes gaan werken die een beperking hebben, die kunnen precies constateren waar die problemen zitten. Als jij bijvoorbeeld een afvalbak hebt, dan weet je gewoon van: ik zit in mijn rolstoel, ik heb een andere oplossing nodig. Nee, maar goed, we hebben het al vaker over gehad. Ik heb al eens gepleit voor de toegankelijkheidspolitie. In, uh, in Amsterdam, dat lijkt me echt heel handig, eerlijk gezegd, die zal zich uh, namens de gemeente gewoon onderzoek kan doen naar de toegankelijkheid hè, en mensen er ook op kan wijzen van hoe dingen verbeterd kunnen worden. Nou, daar kun je werkelijk gelegenheidsproject van maken, uh, waardoor mensen met een beperking, zeggen, hun kennis en kunde daadwerkelijk kunnen inzetten. En je hebt een uniek uh, project binnen Amsterdam. Nou, het is niet alleen voor mensen met een beperking, hè, maar ook voor ouderen bijvoorbeeld, als je gewoon bepaalde straten ziet, er is nou, gewoon niet we, doorheen te uh, lopen. Nee, maar dat, dat is een grote vergissing van je. We hebben mensen met een handicap en we hebben in alle leeftijden. Daar zitten ook ouderen bij. Maar er zijn ook ouderen die tot een 85ste zelfs nog ju bungie jumpen. Nee, op het moment dat jij een beperking hebt, moet dat gecompenseerd worden of moet er minimaal over nagedacht worden. Of dat nou over containers gaat, of het over parkeerplaatsen of waar dan ook. Uh, maar dat is heel iets anders. Kijk, mensen met een beperking zijn van 0 tot 120 jaar. En dat kan heel gevarieerd zijn van, vanuit psychiatrie tot mensen met heb mensen die laaggeletterd zijn... mensen die gebruik maken van een rolstoel. Het is een hele andere manier van denken. En dat is in feite wat het VN-verdrag ook zegt. Wat je eigenlijk zegt, is je moet gewoon niet kijken naar die leeftijd... maar je moet kijken naar die beperking. Niet zeggen van uh, iemand die 85 is, standaard hè, in een hokje plaatsen... maar gewoon kijken van als hij een beperking heeft, dan heeft hij een beperking. Kijk, ja, Ik bedoel, het is de dus als, als jij uh, directeur van een grote onderneming bent bijvoorbeeld... en je hebt een auto met chauffeur en dan toch een scootmobiel zou krijgen... Uh, of aangeboden zou krijgen. Ik bedoel, er zit hem al ook niet op te wachten, op die scootmobiel, want hij heeft gewoon een auto met chauffeur, dus die komt, wordt keurig ineens voor de deur uitgezet. Dus het feit of jij een beperking hebt, dat is interessant hoe je dat kan compenseren. Wat jouw leeftijd is, is minder interessant. Wat ik dan wel altijd zeg is van ons econoom, wat is dan de financiering van zo'n uh, zo initiatief? Om te zeggen van alles moet toegankelijk zijn. Is, is het gewoon zeg maar, een standaardvoorwaarde die je zich bij. Iedere aanbesteding moet het zo zijn, anders kopen we het niet. Ja, eigenlijk wel. Kijk, de, de gemeente heeft daar een belangrijke bijdrage aan gedaan. Kijk, ik bedoel, over oude gebouwen en zo, zoals die hier nu staan, dat, dat gaat dan langzaam en dat moet, uh, dat moet in alle rust gebeuren, zou ik maar zeggen. Maar als jij nieuwbouw gaat neerzetten, zoals pas geleden in Utrecht, hebben ze een prachtige nieuwe bibliotheek neergezet met appartementen. En daar hebben ze hele hoge stoepen voor gemaakt, uh, voor die appartementen. Dan denk ik van, dat is niet meer van deze tijd. Dus wat dat betreft uh, heeft de gemeente daar een, een, een voorbeeldfunctie in. Uh, ze moeten, zal ik maar zeggen, binnen al hun ...moeten gewoon een effectrapportage komen. En dat is in feite wat het VN-verdrag ook uh, met zich mee gaat brengen. Ik ga binnenkort uh, hier ook in Amsterdam uh, Droom over wonen doen. Een, een grote bijeenkomst. Nou ja, Droom over wonen. Dat begint er wel mee dat het toegankelijk en bruikbaar is voor iedereen. Dames en heren, we hebben weer gehoord van Jan Troost... Alles over gelijk is gelijk. 4 december in het Beatrick Theater. Meld je aan, koop een kaartje. Ga sponsoren. Ga iets doen met Jan. En, uh, want die weet er wat van. Gelijk is gelijk.